Nog steeds, Edmund Dundas is bushouder, kent het vak en houdt de zaken met betrekking tot de bushouders nauwgezet bij. Goedemorgen, Edmund Dundas. Goedemorgen, meneer Esaias. Een heel toepasselijk lied dat u hebt gedraaid, dat ons eigenlijk opfleurt in de situatie waarin we verkeren. Ja, en moeten jullie echt opgefleurd worden als bushouders? Ja, zeker. Gezien de situatie in de wereld, want we moeten niet de indruk wekken alsof het alleen een Surinaams probleem is. Ja, oké, okay, niet de indruk wekken alsof het alleen een Surinaams probleem is. Toch vraag ik me af, hoe doen die bushouders dat? Wel, ik kan niet voor alle bushouders praten, maar degene die dicht bij me zijn, toch? Je hebt een paar die alleen kostwinners zijn in huis, die hebben het heel zwaar te verduren. Maar je hebt weer andere bushouders die misschien een vrouw zit in het onderwijs of zij ergens te werk gesteld, waardoor ze toch de eentjes aan elkaar kunnen knopen. De eentjes aan elkaar kunnen knopen. En elke bushouder is een geval apart. Dus je moet het van geval tot geval bekijken. Maar ik ben me van bewust dat er een heleboel ertussen zitten die het echt zwaar te verduren hebben. Ja, goed. Toch de maatregelen van die regering om te zeggen, bushouders niet rijden, bussen in de garage. Ik ben benieuwd, wat is jouw mening daarover? Ik denk dat je gezondheid boven alles gaat, toch? Want je kan geld verdienen, maar je kan in een situatie je werk doen waarbij je eigenlijk binnen de kortste keren er niet meer bent. Dus wat dat betreft, de maatregelen die de overheid heeft genomen, daar sta ik volledig achter. Laten we eerst naar de gezondheid kijken. En als ik zo de ontwikkelingen volg, ik heb naar de president geluisterd, hoe noemt men die wet die laatst is aangenomen, uitzonderingswet, no? Ja. Toch? Heb ik toch een, zie ik toch wat licht in de tunnel. Het is nu afwachten om te kijken wat ze voor in deze de bushouders zullen doen. Ja, maar het bedrag, ik dacht 400 miljoen en minder, dat is verdelen over alle ondernemers die in het land zijn. Of ben je voorstander dat bushouders een voorkeursbehandeling moeten krijgen? Luister, nee, het is, kijk, we zijn geen egoïsten, toch? Dat we aan onszelf alleen maar aan onszelf denken. Maar ik praat vanuit mezelf. Ik ga ervan uit dat het een tegemoetkoming zal zijn, dat men ons tegemoet komt. En dan kan je niet verwachten dat wat je gewoon zou verdienen, dat je dat moet krijgen. Maar als je wat krijgt, dat je toch die tijd kan overbruggen, moeten we tevreden zijn. Want wij zijn niet alleen in het land, toch? Ja. Er zijn anderen die het veel moeilijker dan onszelf hebben. Ja. Dus jij verwacht een tegemoetkoming? Ja, een tegemoetkoming. Hey, degene die gaat denken dat ze een salaris zullen krijgen wat ze verdienen. Ik denk dat het jezelf voor de gek houden is. Toch? Goed. En intussen kunnen de bussen gewoon in de garages blijven? Ze moeten. Het is geen kwestie van kunnen. Het is een moeten. Het is vanuit de overheid. En ik denk dat het een goede maatregel is. Want we hebben gezien dat we toch de zaak binnen beheersbare proporties hebben kunnen houden, toch? Ja. Terwijl de bussen in de garages moeten blijven, merken we een ander fenomeen. En dat heb ik afgelopen zaterdag nog gezien. Als je bij de busterminals te Onderbon gaat, dan zie je dat de een zijn dood is de ander man zijn brood, zeg maar. Dat anderen in dat gat zijn gesprongen en een alternatief hebben gezien om aardig wat te verdienen. Met die kleine busjes, zeg maar de minibusjes, wordt er gereden om passagiers te vervoeren. Want er is een behoefte aan vervoer voor mensen die geen auto hebben of bromfiets hebben, die zelf niet over vervoers beschikken. Nee. Ik neem aan dat jij dat ook gezien en gevolgd hebt. Ja, ik heb het gezien, ja. Ja. Dus, terwijl die bussen in die garages blijven, merken we dat anderen buiten alle regels om, want daar houden ze niks, geen enkele rekening met, ja, zeg maar, afstand tussen mensen, ja, men prop die bussen vol. Dus en dan kom ik terug op wat ik in het laatste interview bij u daar in de studio heb gezegd. Het beleid, toch? Men heeft zoveel controleurs in dienst. Wilt u me zeggen dat ze niet zien wat er gebeurt? Dus terwijl je
aan de ene kant, toch, het oog in het zeil houdt, je oog in het zeil houdt, over dat de bussen niet mogen rijden, sluit je oog aan de andere kant. Ach, meneer Isaias, als het mis zou mogen lopen, wat we niet hopen, hè, is de kaas groter, maar in die kleine bussen, die Noah-bussen, die voor 6 tot 8 personen naar stem zijn. En er zitten 10 mensen in zo'n bus. Weet u wat het besmettingsgevaar zal zijn? Wat doet dit beleid? Zit maar, men zit weer. En wanneer je zo praat, toch? Wordt het kwalijk genomen? Wanneer je kritiek, je welgemeende kritiek uit, wordt het je kwalijk genomen? Ik had het ook in uw programma gezegd. Ik zag hoe ik hier zo praat, toen ik daar sprak. Heb ik gezegd, u zult zien dat men maatregelen zal treffen tegen me. En het is gebleken toch, ik heb u toch gewezen wat men gedaan heeft. Een paar dagen daarna wordt mijn vergunning toch ingetrokken per ministeriële beschikking, omdat ik mijn kritiek heb geuit en nog bij op basis van een reden dat helemaal niet valide is. Gewoon een reden dat men gewoon uit hun mouw heeft geschud. En vandaag aan de dag is de zaak bij de rechter. Dus dit land, meneer Isaias, je mag geen kritiek hebben. Je moet ze naar de mond praten en ze mogen doen wat ze hebben willen. Toch? Daar is het goed. Dus ik kan me echt niet in denken. Terwijl de ene dwelt, maakt de andere de kraan open. En zo gaat het door. Goed. Zeg maar, met betrekking tot die, zeg maar, de minibussers, noem ik ze. Wat stel jij concreet daarover voor? De overheid moet gebruik maken van de mogelijkheden die ze hebben. Ze hebben een hele controleapparaat. Ze hebben zelf de directeur. Die heeft daar in uw studio toch zelf beaamd dat er mensen in dienst zijn genomen. Wat is het probleem dat je de mensen daarbij die eind... En je hebt ook een klein kantoortje in de vorm van een container, daar zo vlak daarbij over. Wilt u maar zeggen dat de mensen blind zijn? Of zijn die mensen niet aan het werk? Het is een kwestie van vraag en aanbod. Als er een vraag is, gaan mensen inspelen als er geen aanbod is. Ja, vraag en aanbod. Maar wij kunnen ook voldoen in het aanbod toch. We hebben toch vergunning. Maar door de situatie waarin we verkeren, toch, is het niet dat het eigenlijk niet verantwoordelijk is om te voldoen aan de vraag. Je moet andere mogelijkheden, maar heeft toch voor de verpleegsters toch een mogelijkheid gezorgd om de mensen, om ervoor te zorgen dat de mensen aan het werk gaan. Toch? Zou men dat ook niet kunnen doen om te kijken van, luister naar bepaalde plaatsen die essentieel zijn, de mensen die moeten naar het werk moeten gaan. Toch? Dat men ook vervoer op een verantwoordelijke manier voor die mensen inzet. Want het land moet doordraaien, daar zijn we ons volkomen van bewust. Maar je kan niet iets doen waarbij je die bushouder thuis laat. Toch? En aan de andere kant sluit je ogen voor de andere kant dat men op een zeer onverantwoordelijke wijze de mensen vervoert. Want dat is, ik denk niet dat het zo erg zou zijn in een gewone bus. Maar 10 mensen in een Noah-busje, meneer Isaias. Het is echt een bron van dat de zaak uit de hand kan lopen. Als 1 persoon die besmet zou zijn, laten we zeggen iemand die vanuit Frans-Guyana is gekomen, in zo'n bus zou gaan zitten en hij besmet alvast 3 mensen, 3 passagiers. En die 4, en u kent het vooral weer, het is uit en terug uitgelegd. Maar men doet niks. Ja. Zouden die, zeg maar, de particuliere lijnbussen, zouden die behoefte kunnen opvangen? En met speciale maatregelen? Ja, 100%. En welke maatregelen zie je zo? Die bus is een bus van 30 personen. Toch? Als je zegt van luisteren, laten de mensen registreren die behoefte hebben. En dan ga je zelf kijken, toch? Van oké, jij moet aan het werk. Hoe laat moet je aan het werk? Data verzamelen. Je zet gewoon een bus in van oké, tegen 7 uur moeten 30 personen naar de stad. Je geeft gewoon door van oké, dan gaan 3 bussen rijden. Je bent geregistreerd, dan gaat die speciaal voor die mensen. Toch? En dan zet je 10 mensen in een bus. En dan geven die bushouders, als het ware, een subsidiebedrag voor die dag. Van luister, je gaat 2 keer rijden, 's morgens breng je die mensen en 's middags breng je ze terug. Je krijgt bijvoorbeeld 150, noem maar op, 150 SD. Je hebt het probleem ook opgelost. Ja.
Is, maar dat is toch een noodmaatregel? Ja, het is een noodmaatregel, maar zeg maar de maatregel om te zeggen abrupt stoppen van die lijnbushouders, want je hoort ook de kritiek van omdat die bushouders in staking zijn gegaan, zijn ze daarvoor gestraft. Wat zeg je daarvan? Het zou daarop kunnen lijken, toch? Maar het zou toch komen als ze niet in staking waren gegaan. Want de situatie was al eentje, toch? Hoe wisten dat corona zou komen, toch? De bushouders hebben een fout gemaakt om op dat moment in staking te gaan, toch? Ze hebben geen rekening gehouden met de omstandigheden op dat moment. Het was geen juiste moment dat ze die handeling hebben gepleegd. En dat is in het voordeel gekomen van die overheid. Ja. Want men zat al te denken van hoe men het gaat doen. En eenmaal die bussen niet reden, toch, was het voor hen makkelijk om de zaak dicht te gooien. Oké, okay, goed. Dat heeft het volgens jou makkelijker gemaakt voor de overheid om de zaak dicht te gooien. Toch hoor je de kritiek van, ja, maar Dundas, een man die het beleid verdedigt. Hij verdedigt het beleid, hij verdedigt die regering. Toch treffen ze maatregelen tegen hem. Ik moet je die vraag stellen, want ik krijg het binnen. Meneer Esaias, ik ben geen politicus. Ik val onder het electoraat. Mijn naam komt nergens voor in de annalen van een of andere politieke partij. Toch? En Dundas kan zaken gescheiden houden. Politiek is politiek, toch? Ik heb mijn mening over zaken. Maar wanneer het om het werk gaat, als Dundas fout is, moeten er maatregelen tegen Dundas genomen worden. Dundas is geen persoon die bijvoorbeeld omdat hij het beleid ondersteunt, dat hem de hand boven het hoofd gehouden moet worden als hij zich misdraagt. Maar aan de andere kant wil dat ook niet zeggen dat wanneer onrecht Dundas wordt aangedaan, dat hij zijn mond dicht gaat houden. Politiek is, als het ware, ik zit als een hobbyer, meneer Esaias. Toch? Ik ondersteun dit beleid, ja. Toch? Ik heb mijn moverende redenen waarom. Maar mijn werk is mijn werk. Toch? En als mensen dat niet kunnen inzien, juist de politieke functie die ze door de politiek hebben gehad, en door mijzelf, omdat ik gestemd heb, dat je die machtspositie gaat gebruiken om anderen het leven zuur te maken, toch? Dat wil zeggen, ik had het ook gezegd en u nam me kwalijk, is crimineel gedrag. Is crimineel gedrag, want wanneer ik nu de rechter een uitspraak zal doen en de staat mij zal moeten betalen, komt het niet uit de zak van de persoon die die onrechtmatige handeling heeft gepleegd. Toch? Daarom dat men maakt en breekt, men doet wat men hebben wil. Wanneer men zou weten dat ze ook zouden moeten bijdragen, toch, in het betalen van de dwangsom of die schadevergoeding, denkt u dat men het zou doen? Ja. Als men een eigen bedrijf zou runnen, denkt u dat men zo nonchalant te werk zou gaan? Men gaat ervan uit, ik ga hem de mond snoeren. Wel, deze doen dat ze. Zijn mond is niet te snoeren, want hij is altijd recht door zee en eerlijk. Goed, en het maakt hem niet uit als hij het beleid ondersteunt en toch maatregelen tegen hem getroffen worden. Nee, maar ik had het ook al zien aankomen, want ja, ik had al lang het met het beeldje, ja. Toch? Ik weet hoe men daar okay. Te werk gaat. Goed. En aan de andere kant ook, en weet u wat, meneer Esaias, ik weet niet of u me de ruimte nog zou kunnen bieden. Op PLO, over PLO. Dus soms vraag je jezelf af, is het een belangenorganisatie voor de bushouders of is het een belangenorganisatie voor de overheid? Wanneer je zo'n zaken op een rij zet, in verschillende interviews van de voorzitter, dan zie je dat het respect is met halve waarheden en hele leugens. Toch? De ene keer ben je bezig om een kostencalculatie in elkaar te zetten. De andere keer in een ander interview zeg je hebt het al ingediend. De ene keer zeg je hebt het al een maand ingediend. De andere keer zeg je anderhalve maand. Wat moet je geloven? En wat dat betreft, neem ik de regering niet kwalijk dat ze zo'n loopje nemen met de bushouders. Want als het zo op een gouden dienblad voor je wordt aangeboden, toch? Dat je niet hoeft te kwijten van je taak als overheid. Dat je de mannen moet betalen. Dat de bond zelf helpt om die mannen in een benarde situatie te houden. Want we weten dat die overheid
en financiële problemen is dat ze eigenlijk moeten wikken en wegen hoe ze omgaan met die gelden die ze ter beschikking hebben. En als je een voorzitter hebt die jou helpt om die groep, als het ware, niet over uit te betalen. Ik zou het ook doen, toch? Ja. Ik zou het ook doen. Okay. Dus, ik weet het niet, dit land, ik blijf het zeggen, toch? Het is alsof we met criminele organisaties te doen hebben. Toch? Men kijkt alleen maar naar eigen belang, toch? Waar men een graantje kan meepikken, toch? Niks te maken als duizenden de dupe van worden. Zij moeten er beter van worden. En ik weet het niet. Ik blijf het weer zeggen. Zolang die bussen en de bushouders die luisteren. Zolang ze onder dit beleid van de PLO zullen blijven, kunnen ze het vergeten. Er zal altijd een loopje met ze genomen worden. En dat is al die jaren gebleken. Ja, goed. Je zegt het lijkt alsof we met criminele organisaties bezig zijn, maar je doelt toch niet dat de PLO een criminele organisatie is? Net als hoe het beleid, de mensen die het beleid uitmaken, toch, zich gedragen, zo gedraagt de PLO ook zich, toch, en ik vergelijk het met een criminele organisatie, want wanneer je de belangen van uw doelgroep niet behartigt, ze juist in een zodanige positie manoeuvreert, toch, dan kan je het onder de noemer crimineel brengen, ja. Goed. En dat gebeurt. Ja, goed. Dat gebeurt. Want wat, meneer Isaias, wat hebben ze. Dus de ene keer wanneer. Ik zou even in chronologisch afvallen. We moeten helaas afronden. Eén minuut. De bussen gaan in staking. De voorzitter is nergens te vinden. Ze maken contact met die voorzitter. Hij gaat ervan uit. Die staking gaat toch niet kunnen. Gaat niet lukken. Hij ziet het lukt. Plotseling komt hij op het toneel, verschijnt hij op het toneel, neemt het zogenaamd over, gaat naar het kabinet, doet zijn zaken, komt naar buiten, houdt de mannen voor de gek, dat ja, het geld wordt gestort, wetende dat het niet gaat gebeuren, om die mannen te bedaren. De mannen zien dat het niet gebeurt, ze komen weer, ze gaan naar congreshal. Je geeft een interview daarna af, alsof je distancieert. Om daarna uit te komen leggen dat je al een kostencalculatie hebt ingediend. En dat het een hele tijd gaat duren voordat je verhoging gaat krijgen. Het is wat een gek houwerij toch? Okay, maar, fijn, laten we het maar laten. Goed. Ik heb me geld gespuugd. Ik weet niet wat men ermee wil doen. En ik weet dat mensen me kwalijk zullen nemen. Maar ik heb geen andere keuze. Vanuit mijn opvoeding moet ik eerlijk zijn. Ik heb ruzie met niemand. Als mensen boos op me mogen willen zijn, dan mag het. Maar ze weten me wel te vinden om daarna als ze niet eens zijn met wat ik gezegd heb. Goed, dank u wel voor dit moment, Edmund Dundas. We spreken je wellicht nog verder over deze kwestie. Oké, nog bedankt, meneer Zuijs.